Japan heeft Suriname goederen geschonken ter waarde van 1,8 miljoen US-dollar ten behoeve van de rampenbeheersing in het binnenland. Vandaag werd de overeenkomst ondertekend op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ambassadeur Mitsuhiko Okada van Japan en minister Yildiz Bigli ondertekenden deze overeenkomst. Minister Bigli zei op een persconferentie dat Japan in verschillende sectoren ondersteuning biedt aan Suriname. De schenking van vandaag was ten behoeve van het binnenland vanwege de grote overstroming van februari 2017. Vandaag is dus in dit geval het binnenland van Suriname aan de beurt. We weten om ons heen wat grijpt wanneer we kijken naar veranderingen in milieu en in weer. Dan zijn wij very grateful to the government of Japan for this grant. And we are committing to the proper and effective use of this as you have also asked from us. And without further ado, I want to again welcome you, members of the press, and Ambassador, for witnessing this signing of the notes today. Thank you. Thank you very much. Bij de schenking waren ook de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim, en de directeur van het NCCR, Jerry Slijngaard, aanwezig. Minister Bigli deelde de pers mee dat de goederen onder andere bestaan uit watertanks en ambulances. We krijgen dus twee command vehicles, twee ambulances, een watertank truck, een cargo crane truck, twee forklift, 30 tenten, 5 temporary toilets, twee portable desalations, water purifier sets, 5 storages for disaster equipment, 5 emergency standlights with generators, 2 generators, 20 water tanks en een dumping truck. Deze lijst is in nauw contact met NCCR ontwikkeld, precies afgestemd op de behoeften die Suriname heeft. Dus daarmee is de vraag of zijn de vragen beantwoord. Tot zover minister Yildiz Bigli vandaag bij de ondertekening van de overeenkomst tussen Suriname en Japan. Ons land heeft goederen ter waarde van 1,8 miljoen US dollar ontvangen.